Pop, en dat geeft het kenmerkende blafje. En we gaan kijken naar de reactiviteit van metalen. En dan beginnen we eerst te proberen een paar metalen in water op te lossen. Calcium heb ik net een paar korreltjes de reageerbuis gedaan. Ik heb bewust een vuurvaste reageerbuis genomen. Omdat we, als we er water bij hebben gedaan, moeten we ook dat water verwarmen. Ja, en het moet dan een blauwe vlam, maar als het een beetje te hard gaat. En dan zou een gewone reageerbuis kunnen knallen. Dus voor de zekerheid neem ik gewoon een vuurvaste reageerbuis. Ik kan dan zien aan dat Duran-tekentje erop. En de tweede reageerbuis moet een beetje staalwond doen. Zo'n plukje. Dat is gewoon ijzer eigenlijk. Een beetje lastig om dat erin te krijgen. En we gaan straks hier rechts ook met zoutzuur doen. Dus dan maken we daar ook meteen alles voor klaar. Of een klein plukje. Dat kan in de gewone reageerbuis, omdat dat niet zo warm wordt. Dan gaan we niet verhitten in de vlam. Ja, er zat er wel calcium in. Deze staal er in. Dan moet ik het opschrijven. Oh ja. Calcium plus HCL. IJzer plus HCL. En de derde wordt dan een paar korreltjes koper. Cu plus HCl. En de laatste wordt dan magnesium plus HCl. Dat gaat ook voor deze reageerbuizen. Calcium plus H2O. IJzer plus H2O. Koper met water. En magnesium met water. Nou, we beginnen even met het zoutzuur. En nee, moet je eerst nog iets doen. Even nog de koper nog even toevoegen. Een paar korreltjes, heel weinig voor nodig. Een paar korreltjes is echt heel weinig. Dit is een paar korreltjes. Kooltjes koper hier, die andere. Het rolt er makkelijk vanaf. En ronde balletjes. En een stukje magnesium. Wat zit dan hierin? We hebben maar 1 of minder dan een centimeter nodig. Hier een stukje, daar een stukje. Dan gaan we eerst kijken wat er gebeurt als je parafin eraf halen. Als je een kalk zoutzuur toevoegt, hoeveel moet erbij? Weer 3 milliliter. Dat is helemaal vol pipetje. Tot en met dit zeepje hier bovenaan. Zo, heftige reactie. Kijk, en dan ben ik een leuk grapje. Komt er maar uit zitten. Echt heftig. Er komt dan een gas vrij. En dat heeft het kenmerkende blafje. Tot even schrikken. Nou, dat is de waterstof. Met zuurstof en dat geeft knalgas. Nou, dat reageert vrij heftig. Gaan we kijken wat er gebeurt. Als je 3 ml molair zoutzuur toevoegt, ofwel HCL. Knijpt niet hard genoeg. En nu zie je bij de 3, bij wat staalwol. Daar is het in de bodem terecht gekomen. Nou, dat ik niet reageren. En daar hebben we ook nog koper. Koper is vrij edel metaal. Nou, er zit wel iets, één belletje, maar het is meer luchtbel, lijkt me. En dan magnesium. Minder edel metaal. Nou, dan kan ook duidelijk zien dat er wel gasontwikkeling is, maar niet zo heftig als in het geval van calcium. Ja, de goede antwoorden zijn van met zoutzuur. Reageert calcium ja, nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling, ja, omdat ze natuurlijk wisten dat het vrij hard zou reageren. Nou, dus die moet je even schappen. IJzer moet een klein beetje gasontwikkeling geven in zoutzuur. Bij koper zie je geen reactie. En bij magnesium zie je ook gasontwikkeling. En het wordt warm. Nee, warm is het niet. Het reageert wel, je ziet in ieder geval belletjes. Op de ijzer gebeurt er niet echt veel, niet zichtbaar. Nee, je zou er een dopje op kunnen doen en kijken naar een uur. Een beetje druk op het dopje komt. Dan zou je wel een reactie krijgen met gasontwikkeling. Maar... ik ben niet helemaal van overtuigd. Ja, die eerste proef, nou, dat was eigenlijk niet volgens het voorschrift. Ik heb het niet goed gelezen. Nee. Maar het was wel spectaculair en we hebben heel duidelijk het plofje gehoord. En daar ging het om. Gaan we hetzelfde doen met water. Moeten we ook... oh ja, vroeger aan elke buis 5 militair water doen. Bij een klein maatcilindertje van 10 ml. Nou, die doen we bij de kalk. Zie je een beetje wat we al konden verwachten. Dus niet bij de kalk, bij de calcium. De kalk is natuurlijk calciumcarbonaat en dit is gewoon puur het metaal calcium. Hier kunnen we ook waterstof opvangen. Ja, dus hier, hetzelfde effect is hier ook weer dat je dan, als je daar een reageerbuis bovenop houdt, dat het waterstofgas gaat dan in de bovenste reageerbuis. Als je dan je duim eronder doet en je houdt een vlammetje bij, en dan zou je de plotsen moeten horen van de knalgas. We kunnen kijken wat ijzer doet met water erbij. Nou ja, we weten een beetje natuurlijk wat er dan gebeurt. Dan gaat het roesten. Het calcium en... Kijk eens, dat gaat door. Reageert door. Ja, dat reageert door. En doen we dan, proberen we plofje? Ja, plofje, ja. Ja. Nou, er zit nu allemaal waterstofgas in de reageerbuis. Als we nou mijn duim loslaten, dan kan het, vliegt het eruit. En dan hebben we het kenmerkende blafje van het verbranden van waterstofgas met zuurstof. En dan krijg je dus water, H2O. En waterstof met zuurstof, de mengsel heet knalgas. Nou, dat geeft dan zo'n knalletje. Oh ja, we hebben dus 5 milliliter water. Ik kan nu bij het ijzer. Nou, je weet, het gaat dan roesten. En dan moet je wel even wachten voordat dat ijzer gaat roesten. Het is natuurlijk anders dan een spijker. Dit is staalwol, dus dit is heel fijn verdeeld. Dus de verdelingsgraad is vrij hoog van het water. Van het staal. De verdelingsgraad is hoog van het staal. Dus dan reageert het sneller. Ja, voordat het roest moet je denk ik wel even langer wachten. Nou, water bij koper. Het zou ook kunnen gaan roesten, maar er gebeurt niet veel. Dan hebben we nog magnesium en water. Met zoutzuur ging het reageren en in koud water gewoon niet. En nou ja, de goede antwoorden zijn: een natriumdemonstratieproef hebben we al een keer gedaan. Het geeft heftige reactie in en gaat dan branden. Met calcium krijg je gasontwikkeling, kan je duidelijk zien. En dat geeft het kenmerkende blafje. Er staat een witte suspensie, een beetje melkachtig. Met ijzer zie je geen reactie. Nou, op termijn gaat het wel roesten. En koper, dus een edeler metaal, zie je dus ook geen reactie. En met magnesium heb je nauwelijks gasontwikkeling in koud water. En nu gaan we al die reageerbuizen, de vuurvastreageerbuizen, gaan we verhitten boven de vlam. Om te kijken wat er dan gebeurt. En nu moeten we het verwarmen. Een reageerbuis verwarmen, nou, dat ga je niet met een ruisende vlam doen, dus gewoon een blauwe vlam. Dat is nu mooi geel. Kijk, zo gaat hij ruis. Een beetje naar boven, tegen de pauzevlam aan. Dan is hij gewoon blauw. En dan gebruiken we de reageerbuisklem. En die doen we 1 centimeter tegen de bovenkant van de reageerbuis. Oh, even kijken hoor, even goed lezen. En dan gaan we niet de calcium met water verwarmen, maar wel ijzer, koper en magnesium. Dan beginnen we met ijzer. Dan gaan we beetje kwispelen. Ja, het water mag dan net niet koken. Ik weet zeker dat deze reageerbuizen er tegen kunnen. Hij kookt al, gaat snel. Nou, nu kan je de reageerbuiscrème, die kan je bovenop wat beter pakken. Ja, 100 graden gaat de plastic niet versmelten, hoop ik. Dus je kan gewoon weer terugzetten met het reageerbuisrekje. Nu koper. Koperkorreltjes in de vlam. En je ziet dat ook ijzer en kokend water niet reageert. Er gebeurt niks. Geldt dat ook voor koper. Koper is natuurlijk edeler, dus het lijkt me sterk. Nou, het water kookt ook. Eruit vliegen. Nou, ik zie weinig reactie. Dan doen we het magnesium. Magnesium reageert wel in zoutzuur. En bij koud water zie je amper gasontwikkeling. Ja, door de temperatuur te laten stijgen, door het water te laten koken, verhoog je de activeringsenergie. Dus hier gaat de reactie dan wel op gang komen. Nou, het water kookt weer voordat het uit de pan vliegt. En nu kan je toch wel duidelijk gasontwikkeling zien. En die gasontwikkeling komt niet meer van kokend water, want tussen is het water weer afgekoeld. Dus die belletjes echt verschijnen vanaf dat magnesium. Dus daar vormt zich waterstofgas. Oh, en nou heb ik nog steeds nu moet ik mezelf op de pauzevlam zetten, want ik werk niet meer. Ik hoef niks meer te verwarmen. Iedereen moet zien dat hier gas brandt, dus dan moet je duidelijk die gele vlam kunnen zien. Dus de luchtregelschijf naar boven gedraaid, gasregelknop naar rechts en dan de hoofdkraan uitzetten. Er zit dan nog een beetje gas hier zo in deze leiding, maar ja, kleinigheidje hou je altijd. Kijk, andersom van, als je eerst de hoofdkraan uitdoet en dan dit gas laat verbranden, vergeten veel leerlingen om de gasregelknop dicht te draaien. Vandaar dat we voor deze optie hebben gekozen. Er is over nagedacht. Het uiteindelijke resultaat. Calcium wordt al warm. De calcium gaat reageren in koud water. En dan ontstaat de witte suspensie. Dat hebben we hier gezien. Bij ijzer is geen reactie waar te nemen in koud water. En bij koper is ook geen reactie waar te nemen. En bij magnesium krijg je nauwelijks gasontwikkeling bij verhitte. En ga je dat koud water verwarmen, dan zie je ook dat ijzer niet reageert met heet water. En koper reageert ook niet met heet water. Maar bij magnesium komen er belletjes van het magnesium af. Terwijl bij koud water was er nog nauwelijks gasontwikkeling. Bij heet water komen die belletjes vanaf. Doe er zoutzuur bij, dan krijg je ook gasontwikkeling en het wordt warm. En je ziet hier dat magnesium met zoutzuur Al het magnesium is weggereageerd intussen al. Dus er zit helemaal geen magnesium meer in. Terwijl magnesium in warm water is nog niet helemaal uitgereageerd. Koper met zoutzuur. Zie je. Is geen reactie waar te nemen. En nou ja, ziet hier een paar belletjes al. Je ziet toch een klein beetje gasontwikkeling. Een klein beetje gasontwikkeling van zoutzuur met ijzer. Kijken of er veel druk is gekomen nu. Nee, niet echt te merken. Maar je ziet toch een klein beetje belletjes. Er gebeurt wel wat. Een calcium met zoutzuur stond niet op de lijst, maar dat hebben we toch gedaan en dat ging een beetje te hard. Maar dat was niet de bedoeling. Het is een kwestie van goed lezen, goede pakkenvoorschriften lezen. Nu gaan we kijken wat de effecten zijn van ijzer, koper en magnesium als je het verbrandt. Nou, nu dus weer de brander nodig, de bunsenbrander. Controleren of de luchtregelschijf naar boven is en de gasregelknop naar rechts. De hoofdkant kunnen we dan openzetten. Even optillen, kwartslag draaien. De pauzevlam die brandt. En we hebben een blauwe ruisende vlam nodig. Dit is een blauwe vlam. Dit is een ruisende vlam. Dat hoor je aan het geluid. En dan is hij altijd het heetst op dit punt. Je ziet zo'n blauw kegeltje. En precies bovenop dat puntje is het heetst. Dan pak ik eerst staal, wol. Je ziet, ijzer kan branden. Dat heeft natuurlijk te maken met de verdelingsgraad. Dan krijg je dus ijzeroxide, oftewel roest. Het wordt een beetje zwartig. Nou, nu kan in de prullenman zo meteen. Dan neem ik een stukje koper. Dan zie je daar een beetje groenige vlammen ontstaan. Het koper wordt een beetje zwartig. Een beetje koperoxide. Oftewel, het koper moet nodig gepoetst worden. Zou mijn oma zeggen. Dit is het eindresultaat. En dan hebben we nog een stukje magnesium. Nou, dat geeft heel fel wit licht waar je eigenlijk niet in moet kijken. Oh ja, je moet altijd meteen weer op de pauzevlam. De luchtregelschijf naar boven draaien. En je moet ook altijd een veiligheidsbril op hebben. Bij vuur, een laptas aan. En nu kijken we naar de gewenste uitslag. Nou, ijzer geeft vonken en dat wordt dofgrijs. Bij koper krijg je een groene vlam. En het koper wordt een beetje zwartig. Magnesium geeft fel wit licht. Dus een heftige reactie. En na afloop krijg je dan een wit poeder. Dat kun je hier ook wel zien. Hier zo. Dit is een beetje dat witte poeder. Nou, en nu moeten we alles gaan opruimen. En dan is calcium en magnesium, dat zijn geen zware metalen, dat zit nog onder de 20. En koper en ijzer zijn wel zware metalen. Ja, het ijzer heeft amper gereageerd, dus Dat kan je dan wel uithalen met een pincet. En alleen koper, dat gooi je bij de zware metalen. Ik heb hier een afvalbekerglas voor de metaalafval vast. Ik kan dan gooien we het ijzer in. En het koper. En dan kunnen we ook nog het ijzer uit de reageerbuis halen met de pincet. Staalwol. Nou, dat lijkt wel haar in de badkamer. Je moet hem dit eruit krijgen. Misschien met eentje. Ja, dat kunnen we zo pakken. En dit gaat gewoon in de prullenmand. En dan gooi je dit allemaal. Oh, koper moet natuurlijk in het afvalvat. En dit kan allemaal in de afwas. Dus de twee koper die gaat dan in het rode afvalvat. En dit gaat allemaal door de gootsteen en door daar in het korfje. Die gaat dan zo meteen in de afwas. De koper, dat zit dan zo'n reageerbuis, een beetje op de bodem. Je moet het schudden en in één keer leeggooien en dat rode afvalt bij de zware metalen. En dat is altijd een beetje lastig om dat in één keer erin te krijgen. Ja, het is eruit. Hier ook, even schudden. Dat zorgt heel snel op de bodem. En dan bek één keer. Dat is niet helemaal gelukt. Ik zie er even aan de zijkant. Een beetje water erbij. Moet ik nog mee te nemen. Hoppa. Nou, nu is hij wel schoon.